Bureaustaartje. Het bureaustaartje komt voor in moerassige gebieden. In de drassige ondergrond van zijn leefomgeving vindt het bureaustaartje insecten. De bonte, bijna neonachtige kleurenpracht van de typisch gevormde bureautjes maakt dit diertje tot een heel bijzonder. Het mannetje draagt felgekleurde bureautjes die nog felle kleuren als hij hitsig is. Hij schijnt hierbij een penetrante geur af. De geur die door het mannetje verspreid wordt door het vrouwtje waargenomen middels haar roze drietandig reukorgaan. Nu volgen enkele spannende ogenblikken. Het mannetje piept en fladdert dat het een lieve lust is. De bewegingen die je nu ziet zijn typisch paltsgedrag. Zodra het wijfje het mannetje voelt, kunt ze een paring volgen. Hij is goedgekeurd. Ons bureaustaartmannetje heeft gelukt. Dan volgt nu de paring. De bureaustaartparing is kort en hevig. Na het orgasme verliest het mannetje zijn bureautjes die dan vol zitten met zaad. Het vrouwtje neemt deze mee en brengt deze later op een rustig plekje in contact met haar eieren, waarna deze bevrucht worden. Na de paring sterft het mannetje, jammer.